Rek je dit, denk je? Ja, dat was geen probleem, maat, maar... Gefeliciteerd, Bouke. Pas op voor je blouse. Ah, jongen. Leuke vlog. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag weer een prachtige, zonnige hooikoortsdag. Ik heb weer echt last van mijn hooikoorts. En ik ga denk ik ook even pilletjes halen straks, want ik heb nu elke keer neusspray. Maar pillen werken bij mij ook. Maar alleen het probleem is, als ik pillen ga slikken, dan word ik echt heel erg vermoeid. En voor de mensen die hooikoorts hebben en dit kijken, je weet dat als je een pilletje neemt, word je altijd suf en moe. Maar jongens, het is echt niet te doen. Deze 3 dagen is echt bizar. Maar goed, het is heerlijk weer. En moet je trouwens kijken, van buiten als je dan naar binnen kijkt. Je kan dus niet meer naar binnen kijken door de gordijnen. Maar, oh, kijk eens even lekker wapperen. Kijk eens even lekker wapperen. Morgen! Zijn jullie voor Ajax? Voor PSV? Voor Feyenoord? Nee. Telstar. Mooi. Oh, jongens. Iedereen is hier gezellig in de woonkamer. Want we zijn gisteren uit geweest. Het was hartstikke gezellig. Een klein beetje brak. Heel klein beetje. Maar dat is niet erg, zoals altijd. Volgens mij zeg ik dat heel erg vaak. Van, ik ben een klein beetje brak, maar dat is niet erg. Ja, maar ik zeg altijd, het is niet erg. Mijn motto is, een klein beetje brak. Maar je bent wel altijd brak. Dat is geen goed voorbeeld. Hoezo? Je moet toch lekker genieten van het leven? En lekker feest vieren met je vrienden. Je bent jong. Je wilt wat. Als ik brak ben, dan geniet ik niet zo van het leven, hoor. Wat zeg je? Als ik brak ben, dan geniet ik niet zo van het leven. Hé, hey, wat een mooi shot, wow. Maar goed, jij wil naar de Sarah, dus laten we maar naar de Sarah gaan. Ik heb er geen zin in, maar we gaan. Kom maar, we gaan naar de Saar. Kom, we gaan naar de Saar. Eindelijk. Kom. Wat een chaos, ik haal het hier. Ik zoek iets. Ik haat de Saar. Dat is fucking druk. Wat de fuck is hier aan de hand, jongen? Kijk dan. Het is echt gewoon alsof een bom ontploft is hier gewoon. Holy shit. Maar een beetje mislukte Primark. Ja, echt. Vreselijk, jongens. Ik krijg altijd echt te veel prikkels als ik hier ben. Gewoon, ik raak ze gewoon een beetje half in paniek en stress kijken van. Weet je wat het is? We liepen dus net bij de mannenafdeling van de Sarah. Kijk, daar staat alles netjes naast elkaar, ziet allemaal gewoon prima uit. En hier is het echt een slagveld gewoon. Vrouw, joh. Vrouw is joh. Kijk, ik ben gewoon een beetje... Kijk dan. Ja, maar ik mag zeiken hier. Jongens, die karren, jongens, het slaat zo nergens op, hè. Je kan er gewoon niet meer langs. Het is echt bizar. Maar goed, wij zitten nu in de auto, want wij gaan lekker uit eten met Danny. Eindelijk, na een paar keer heen en weer plannen, is het eindelijk gelukt. We gaan lekker bij Ancol eten. En kijk eens eventjes wat een goede Uber ik heb. Ja, fantastisch. Echt een fantastische Uber. Ja. Ook een hele knappe. Nee, die wel mooi. Vincent, dat is zo lang geleden weer, hè. Het is echt bizar eigenlijk. Echt lang geleden. Maar het is net een paar uur geleden, elkaar gezien hebben. Oh ja, dat klopt. Ja. Vannacht waren we nog samen uit. Danny was ook gezellig in de superclub. Gisteren was wel gezellig. Maar Danny, ik heb je daarvoor wel echt gemist, hoor. Weet je, het is ook weer zo lang geleden. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn weer samen. Elke keer als ik jou lang niet heb gezien, dan is de eerste ontmoeting altijd weer encore. Ja, dat is altijd. Dat is serieus zo. Om het ijs te breken. Ja. Even een leuke omgeving. Leuke omgeving. Ik moet Joyce. Kijken we Danny een keer. Wat? Leuke activiteit, gewoon cars of zo. Zijn. Ja, dat zijn beste activiteiten. Nou, kun je ook een keer, gewoon naar nu beginnen, moet ook weer gaan een keer. Nou, jongens, ja, we gaan even lekker eten met z'n allen. Rek je dit, denk je? Ja, dat was geen probleem, maat, maar... Oh, jongens, Danny is een keer echt bijna op zijn bek gegaan. Hij was bijna met zijn hoofdje op de rand gevallen. Ik ben op mijn bek gegaan. Ja, maar je was in het water gevallen, maar je hebt niet het ding geraakt. Niemand kan me helpen. Hè? Niemand kan me helpen. Jezus, zo je lag in het water. Wat moeten mensen jou helpen? Ja, maar het water krijgen of achteraan springen? Ja. Had ik gedaan bij jou. Nou jongens, dat was hartstikke gezellig. We hebben heerlijk gegeten bij Ancor. En kijk eens eventjes, Huub. We hebben gewoon een... Ja, heel luxe. De Uber man. Komt er gewoon al aan. Als het goed is, hebben we een Uber... we hebben een Uber Black, toch? Ja. Mij is ja, kijk. Ik weet niet zeker. Kunnen wij misschien meerijden? Hoeveel? 5 euro. Nee. In een van mijn vorige video's heb ik aan jullie gevraagd, hey, wat helpt me tegen hooikoorts? Ik gebruik zelf neusspray, alleen helpt wel, maar ook weer niet. Iedereen zei ook hier kruidvat, hooikoorts tabletten, dus ik ga ze proberen. Alleen het probleem is bij deze tabletten, want ik ken ze. Kijk eventjes. Oh. Kijk
Kijk, dit heb ik dus ook. Hier, kijk, dit heb ik dus ook. Sufheid, hoofdpijn, toegenomen eetlust, problemen met slapen. Nou, ik heb vooral die sufheid. Ik word, als ik dit soort pillen neem, word ik altijd zo moe en suf inderdaad. Maar goed, ik ga er wel eentje innemen, want vandaag ga ik de hele dag lekker buiten zijn. Want we gaan varen samen met Danny, Gio en Levi, dus het wordt hartstikke gezellig. En Ella mag niet mee. Nee. Nee, ik hoef ook niet meer, jongens. Ja, echt een mannenboot, hè, wordt het. Ja. Hier zijn we de hele dag. Yeah. Welkom, de visser. Welkom, boys. Zit mijn charter voor vandaag? Ben jij de captain? Ik ben nu Tijn, Danny. Hi. Dat is onze chefkok. Oh, nice. Kom verder. Hoeveel man personeel komt er nog? Vijf. Vijf man personeel? Ja. Mooi. Oh, lekker bootje, jongens. Ga lekker varen. Vaar is gewoon dingetmaat. De harme kondommaat. Heb je het uitgevonden, Dan? DJ. Hey. DJ. Hey. En kapitein. Hey. Kapitein Dan. Oh jongens, het is perfect weer. Zeg maar net geen zon. Beetje wolken, heerlijk. Als je met volle zon zit, jongens, dan brand je helemaal weg. Dat wil je niet. Goedemorgen, jongens. Het is een zware morgen. We zijn uit geweest gisteren in de München. Was hartstikke gezellig. Na het varen zijn we lekker gaan eten. En daarna zijn we uit geweest in Rotterdam. Maar wat doe je nou? Nou, ik heb een jurk. Wel chill, Danny had een pakje voor me geregeld. Maar ik ga nu weer lekker naar huis, want we gaan naar het strand. Wow, yo. Zo, ik schrok hiervan. Ik dacht, wat de fuck is dit? Er hangt hier een nepvogel. Ah, maar goed jongens, ik ga lekker naar huis. Ik ben even gestopt bij het tankstation, want hij gaf aan dat ik mijn motorolie moest bijvullen. Dus dat is wel even handig om te doen, want anders gaat hij niet lopen. Ik ben gelukkig thuis aangekomen. Wat een rit, jongens. Het Rotterdam blijft toch wel ver. Maar, wat is het plan? Wat gaan we doen? Bouke was jarig. Gaan Bouke bij Bouke. Is hij jarig? Hij was. Oh, dit is een soort van verjaardagsfeest. Ja, we gaan dus eerst naar een vriend barbecuen. En daarna gaan we richting het strand. Want we gaan naar een festival genaamd Wavy op het strand. Jongens, ik moet zeggen, het is één groot feestweekend. Ik ben donderdag uit geweest. Vrijdag gaan eten met Danny. Gisteren op de boot gaan varen, ook uit geweest. Vandaag weer een festival. Ik heb een lekker druk weekend met veel feesten. Maar jongens, je bent jong en je wilt wat. Mannen, proost. Wat is het cadeau geworden? Voor Bouke een flesje Smirnoff Ice. Leuk, altijd gezellig. Voor jullie vandaag is gewoon een flesje Bouke. Ja. Nou, top. We gaan dus eerst barbecuen bij een vriend van ons, wat ik al zei. Alleen het blijkt dus een hele verjaardag te zijn. wij wisten dat eigenlijk niet. Nou, kijk deze vlog, even spoel een beetje terug. Dan zeg ik, we gaan naar barbecue bij Bouke voor zijn verjaardag. Ja. Jij zei Bouke was jarig. Ja? Ja, dat was ook zo. Dat is al een verjaardag, dus nu. Als iemand iets viert, maakt het niet op de dag zelf. Het is een verjaardag wel. Ik dacht gewoon, het is gewoon ja, goed buiten komen. Ja. Het wordt hartstikke gezellig, joh. Laten we er een leuke dag van maken. Laten we er een leuke, frisse dag van maken. Fris? Fris. Smeerd op ijs. Oh, ja, scout. Fris. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dat is zo kut. Nee, helemaal niet. Als een ijs in zit, trek Bassem. Nee. Dat is wel hoe het werkt. Hoezo? Waarom? Zo hoe het werkt. Als je hem koopt, dan moet iemand anders het doen. Wat? Als je zegt dat er ergens een ijs in zit, dan moet iemand anders doen. Waarom zit helemaal geen ijs in? Ja, nee, dit ga ik niet doen. Dat kan je voelen. Dat kan je voelen. Nee, dat ga ik niet doen. Ga je ons cadeautje nou niet aannemen? Ga nou niet zo spelen. Het is echt niet moeilijk. Heb je ons cadeautje al binnen, ons andere cadeautje? Ja, die is binnen. Nou dan, oké. Maar niet voor mijn opa en oma. Ik zei het ook al. Verkoop het niet. En toen stond je in de FOMAR en daar kwam dit wel. Oké, maar niet. Ik wist wat jullie aan het doen waren. Dat is gewoon gevol. Oh, hij wil ja, voor zijn open want die zijn er ook. Ruben zegt, ik ben er met 10 minuten en 20 minuten zijn later zijn we er nog. Dan weet je wat er gebeurt. Het ging mis. Dus zag je al de eerste. Oh, dat vind ik mooi. Je kan ook die altijd als je wil. Deze pet. Had ik dat niet van mogen halen? Ah, gebelverderd, nieuwtje. Ah, je bent gebelverderd. Nieuw spel, nu moet het. Gefeliciteerd. Zomaar zijn erbij, ja, boeien. De kotse ambulance. Classic. Gebelverderd. Gefeliciteerd, Bouke. Pas op voor je blouse. Oh, ik kan niet goed zien. Hak erin. Gelukkig dat het niet koud was. Heb je ook vriendelbouwtjes? Ah, niet eens al bewegen. Nee, natuurlijk niet. Als ik nou een liedje had, dan was het makkelijk. Oké, Bouke, kom maar. Jij ging er vorige keer om, zei ik. Oh, nee, dat was. Nee, maar niet.
Ik word gewoon. Maat, nee. Ik word gewoon. Het gaat best goed. Ik word gewoon regelmatig geëist. Zeg gewoon tegen Opio Noma dat het pure vodka is. Smirnoff vodka. Heel mooi! Dat is het internet. Ja, wat zitten we weer, wat zitten we er gezellig bij? Bouk, voel je een beetje jarig? Ja. Slinger maar. Swengel maar, jongen. Swengel maar. Echte jager, Job. Happy birthday. Oh, jij had niet moeten praten. Ruim krijg je twee vingers. Iets te veel. Prima twee vingers. Zwengel hem aan. Nee. Jawel, Bas. Ja. Nee, Bas, zwengel hem aan, jongen. Nee, ga je niet doen. Bas, doe het. Bas, zwengel hem even aan. Zwengelen. Bas, je kan niet beter op film. Ja. Jawel. Het best dan niet te zwengel proberen. Zwengel hem aan. Nee, ik zit hier op de tegel. Ja. Doe het voor OnlyFans. Waarom, what the fuck? Nee. Kom op, zwengel hem aan. Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Wat is hij aan het doen? Wat doet hij? Hij zit uit de kotzak. Oh, oh, oh. Die gaat niet goed, jongens. Jij kan het echt niet. Nee, hij wel dan. Kijk wat daar ligt. Bas, zwengel met haar. Ik heb één knop. Goeie, zwengel met haar nu aan te zwengelen. Oké, duidelijk. Hij zat erin. Ja, dat is voor deze goede uitweg. We gaan hem niet weer aanzwengelen. We gaan hem niet aanzwengelen. Zwengel hem aan! Wauw! Ze mocht je niet. Nee. Ze vond je jarig. Hé! Zwengel hem aan! Goedemorgen allemaal. Gisteren zijn we naar een festival geweest met z'n allen. Was hartstikke gezellig. Maar ik ben nu alweer in Haarlem. Want mijn auto wordt vandaag een beetje gerepareerd. Want de rechter draagarm van mijn wiel. Volgens mij, ik weet niet of ik dat goed zeg. En die zorgt ervoor dat je gewoon heel steady lekker stuurt. Dus in bocht dat heel scherp de bocht neemt en zo. En toen zei Jim van, weet je wat, vervang hem anders. Dat is ook gewoon handig. Het is lekkerder voor je rijplezier. Dus we doen het gewoon. Kijk jongens, dit is dus een Mercedes-Benz A-klasse. Maar ik vind dit, blijf ik van Mercedes zo dik vinden. Jongens, dat interieur en het stuur, echt hard. Kijk eens jongens, wat een topautootje, hé. Jim die heeft me even vervanging meegegeven. Een smartje cabrio, maar kijk hoe chill. Ik vond het dus bij die Jeep van Gio dus ook echt nice. Dat je gewoon dus zeg maar gewoon lekker zo kan rijden zonder een dakkie. Heerlijk, cabriootje, lekker hoor. Zo jongens, zo op de snelweg rijden is wel even wat anders. Hij is helemaal aan het schudden door de wind. Dit is altijd wel leuk. Kijk, als ik dan ook in dit soort autootjes rijd, het maakt me eigenlijk niet uit in welke auto ik rijd. Ik vind het altijd leuk. Bijvoorbeeld dit dingetje maakt ook wel zo'n grappig geluidje, zo'n bromgeluidje. Maar het is gewoon heel anders rijden, joh. Maar, want hij schudt gewoon de hele tijd heen en weer door de wind. Maar dat dakje open, jongens, het is echt heerlijk. Jongens, ik moest net toeteren, maar hoor deze toeter. Let op. What the fuck? Maar Jim die heeft er een of andere gekke toeter onder geplaatst. Maat, ik kom pas net achter deze toeter. Hij komt naar beneden jongens, hij is weer gefixt. Och, kijk, je ziet ze daar zitten jongens. Echt top. Dan stuurt hij weer goed. Wauw, jongens. Mijn auto rijdt weer zo chill. Holy shit. Het is heel grappig. Het zijn dan twee onderdelen die ook niet heel veel geld kosten. Twee draagarmen. Het kostte echt misschien volgens mij 300 euro. En dat is, het klinkt voor veel mensen ook heel veel geld. Het is ook heel veel geld. Alleen voor een auto om iets te vervangen is het, valt het mee. Maar kijk, wat het probleem was. Hij was heel los. Nu is het weer echt een heel stug stuur.
Dus hij stuurt gewoon precies hoe je het wilt. En sowieso, als je in de buurt van Amsterdam of Haarlem woont, Preide Automotives hier in Haarlem, in de Waardepolder. Ze fixen echt altijd. Ik ken Jim al heel mijn leven, al sinds mijn geboorte. En hij heeft altijd wel heel erg leuk gevonden om aan auto's te sleutelen. En hij heeft dus nu al best wel lang, al bijna 3 jaar, volgens mij al 4 jaar, zijn eigen autobedrijf. Hij werkte eerst bij een ander autobedrijf. Die deden ook vette auto's met Lambo's en dat soort auto's. Maar hij heeft nu zijn eigen bedrijf, dus heb je velgschade, andere problemen. Hij fixt het altijd hartstikke snel voor je. Goede service, dus ga het echt even checken, want ik gun het hem ook echt. Is dit voor jou vlogje? Ja. Leuk. Vertel jij eens even waar we zijn. We zijn in... Corpus. Corpus! En we zijn hier niet voor Vincent, maar... Nee, niet voor mij. Vijf. Ik ben er... Ik kom jou vier de kerk aarde. Oh, dacht je, ik dacht je ging slaan. Oh. En Lies is er ook. En Stefan is er ook. En we gaan verstoppertje spelen. Hey, waarom is hij van de kruisjes op en jij niet? Omdat hij heeft zo'n coole microfoon. Die het bij mij niet deed. Ja, oké. Ik heb hem teruggebracht. Hij deed het gewoon. Blijkbaar deed hij het gewoon en hoorde het, want het was een mono-microfoon. Waar gaat je? Ik heb hem weggebracht. Kan je vertellen wat jij doet in je vlog? Is dat er 1 keer per week of is dat 1 keer per dag? Ik film elke dag. Oh, en dan maak je een weekvlog? Nee. Ja. We hebben gezegd dat je moest even nemen. Voor mij. Maar dat is niet waar hoor. Dat is een geintje. Maar vertel even nog 1 keer. Je maakt 2 keer. Wacht even. 1 keer. Wacht. Wat zei je? Jij bent zo dom. Ik ben niet dom. Ik luister gewoon naar jouw onzin. Oh. Ja? Ik laat het er gewoon in. Dat is jouw probleem. Ja. Jouw probleem. Ja, is jouw probleem. Nee, 2 video's per week. Oké, maar dan doe je gewoon van de hele week. Ja. Boring. Ik zou nu anti-subscriben op dit klote. Anti-subscriben? Nou, laat die ze maar. Dit is een heel mooi shit. Je hoort ook echt een piep. Maar jij wilde wat liefs zeggen. Ja, jij wilde wat liefs zeggen. Ja, ik wilde net eens heel aardig zeggen over jouw vlog, maar toen deed je de camera. Dus maar dat ging per ongeluk. Zeg het nog een keer. Zeg, nou eens even wat liefs. Zeg wat liefs. Zeg het dan. Okay, pas op, het gaat niet goed met jullie actie. Ik kom hier een soort van woede. Een drukste angstaanval aan. Nee, maar zeg het even. Ja, je ging wat liefs zeggen. Zeg eens even wat liefs, zeg maar. Leuk shirt. Het ging toch over zijn vlog? Het ging over zijn vlog. Net zei dat hij lelijk was. Zeg het iets over zijn vlog. Die leuke vlog. Die jongen kijkt tegen jou op. Zeg nou, leuke vlog. Jij bent echt ziek gewoon eigenlijk. Nee, hoezo? Ja, maar echt. Julia, blijf hem af. Nee. Echt een goede akka heb ik eigenlijk. Ja, jij die... Draai ze om. Holy shit. Oh. Shake it, baby. Ik heb veel grip. Ja, yeah, bro. Bitch. Ik weet de rest ook niet. Niet. Hij daar ook, want ik zag je op de foto. Foto. Oh no. Kijk jongens, dit is ideaal. Kijk eens hoe ik heb gereden de hele tijd. Preide Automotive. Dus als ik nu ben geflitst, heb ik geen boete. Zo. Ik ben weer heerlijk thuis en ik ga ook weer de vlog afsluiten. Ik heb een heerlijk druk weekend gehad met heel veel leuke feesten. En morgen ga ik ook weer iets leuks doen, want ik ga weer met Steven een Goldigger prank opnemen met een McLaren deze keer. Dus jongens en meiden, dankjewel voor het kijken en ik spreek jullie de volgende keer om 6 uur. Later!